Hogen uit het geslacht van Hekeren komen we al vanaf de middeleeuwen tegen in Ruurlo. Maar de familie zat niet stil in hun kasteel op het platteland. Ze gingen ook naar de stad. In Zutphen waren de Van Hekerens lange tijd de belangrijkste familie binnen de stadsmuren. Hun grootse familiegraf lag in het centrum van de stad, in de Walburgerskerk op het Schravenhof. Dag John. Dag Bas, ik ben Ridder Bas. Mijn spoor op zoek naar de Van Hekerens leidt me nu naar de stad, terwijl ik altijd dacht adel, kastelen. Nee, maar de adel en de Van Hekerens wonen dus ook in de stad. En dit was één van hun huizen hier in de stad Zutphen. Eén van hun huizen? Eén van hun huizen. Een bescheiden familie. Ja, en dan meteen de meest prominente plek, het Schravenhof. Schravenhof. En uiteindelijk hebben ze hier zelfs drie huizen gehad. Drie? En hier, boven de inrijpoort, daar kun je zelfs nog de initialen terugzien van het echtpaar dat hier gewoond heeft. Je ziet rechts de letter H van Hekeren. Oh ja, H, ja. En de letter V van zijn echtgenote, Meisje Valk. Meisje Valk? Meisje Valk. Meisje Valk? 13 jaar, vandaag het Meisje Valk. 13 jaar? Ja. En toen met een Van Hekeren het huwelijksbed in. Een jaar later werd al het eerste kind geboren. Oh jongens. En uiteindelijk zijn er 14 kindertjes geboren. En dit is het huis waar zij woonden. Dit was hun huis? Ja. Ze erfde dit stadspaleis. Dus die Van Hekeren, het was niet alleen de liefde die hem, zeg maar, dreef. Het is een geldhuwelijk geweest. Hij had dat geld nodig en daarom moest hij een goed huwelijk sluiten. En dat heeft hij fantastisch gedaan. Kijk. Dit is de pauwenzaal. En dit ziet er eigenlijk nog exact zo uit als het er ooit uitzag in de tijd van de familie Van Hekeren. Het heet de pauwenzaal omdat inderdaad al die pauwen hier op de muur aangebracht zijn. Dit nodigt wel uit. Dus hier zat Meisje Valk en de heer Van Hekeren? Ja, als ze niet in het kraambed natuurlijk lag. Twee maanden zaardvis. Eet smakelijk. Dankjewel. Gaat zeker lukken. Maar die macht van die Van Hekerens, hè, die strekt zich dus uit van... Nou, wanneer komt die naam voor het eerst voor? Ja, 1420. Dan duikt de eerste Van Hekeren op waar de huidige Van Hekerens eigenlijk allemaal van afstammen. Dus 5 eeuwen lang bijna. Maar ze zijn eeuwenlang dus heel machtig eigenlijk geweest, ook hier in Zutphen. Want in 1625, dan wordt de eerste Van Hekeren wordt hier landdrost. In Gelderland is uiteindelijk zelfs na de Tweede Wereldoorlog nog een adellijke commissaris van de koningin benoemd. Dat is de hele 19e eeuw doorgegaan tot uiteindelijk 1957 aan toe. Dus dat is een hele lange traditie geweest. En hoe komt het dan dat we het idee hebben dat in Nederland burgers de dienst uitmaken? Ja, omdat de geschiedschrijving heel subjectief is geweest. De nadruk heeft altijd gelegen op het westen van het land, waar de rijke kooplieden zaten. Ja. En pas de laatste 10, 15 jaar is er veel meer aandacht gekomen voor eliteonderzoek in het oosten. En dan blijkt dat hier echt een adellijke cultuur gedomineerd heeft, waarin de adel het voor het zeggen had en niet zozeer de regenten. Nou, dit benadrukt nog maar eens dat we hoe belangrijk regionaal geschiedonderwijs is. Want dit hoor je dus niet. Wij leren dus op school dat de burgerij bestuurt, maar in Gelre is het de adel. Lange tijd. Ja, absoluut. Het wordt eigenlijk gewoon tijd voor een Gelders museum of een Gelders geschiedenisboek. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dank u.